Een tijdje was ik me aan het sufpiekeren, vrienden. Ja, over Kudus. Ja, want ik had in mijn hoofd zitten dat ik gewoon tegen iemand had gezegd, van mijn vrienden of kennissen, dat Kudus het helemaal zou gaan maken het komend seizoen. En dat ze daar op moesten gaan letten. En ik maar vragen om me heen. En ik steeds van, ik heb tegen jou toch gezegd toen die Kudus ging scoren. En toen zei ik van, ja, ik heb toch tegen jou gezegd over die Kudus. Nou, niet dat ik weet. En ik maar weer. En ineens, vrienden, kwam ik het tegen op Twitter. Daar zag ik een berichtje dat ik het over Kudus had gehad. Ja, en dat was, hier kan je het zien, hier is bewijs, 6 augustus. 6 augustus heb ik bij de wedstrijd Fortuna Ajax, heb ik eventjes snel mijn telefoon gepakt en heb ik iets gezegd over Kudus. Nou, en hier, let even op wat ik daar ga zeggen. Hier, daar komt hij, hè. Ja, vrienden, ik zit te kijken. Ja, en ik zeg al de hele tijd in hele kleine kring, zeg ik, jongens, Kudus, dat is de man. Kudus is de man van dit seizoen. Kudus wordt de sensatie van de Eredivisie. Kudus gaat Ajax waarschijnlijk kampioen maken. Dus waarom speelt Kudus niet? Ja, is dat even een vooruitziende, zou ik maar zeggen, een beetje voorspellende blik op het voetbal, vrienden. Ja, dus ik ga mezelf eens eventjes, ja, even stevig op het schoudertje slaan. Ja, en even een heel klein veertje. Hap, ai, ja, die zit erin. Ja, dat mag wel eventjes. Ja, want Kudus, ja, Kudus, altijd een geweldige speler volgens mij. Toen hij in het begin al bij Ajax kwam, toen raakte hij geblesseerd. Maar eigenlijk, het bericht wat ik daar zeg, dat was eigenlijk bedoeld voor Schreuder. Want die Schreuder, die liet hem maar niet spelen. Ja, en nou heeft hij het weer niet gedaan, dus ja, wat zien we dan? Hup, gelijk. Ja, dus de mededeling aan Schreuder is eigenlijk met dit bericht, is hey, altijd Kudus laten spelen. Ja, 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 ja. Nou, vrienden, goed. Tot zover mijn voorspelling. Oh nee, ik doe nog een voorspellingje. Nee, ik ga er nog eentje doen. Licht vooruitziend, daar komt hij. Ja, MVV binnen nu en 1,5 jaar of binnen een jaar terug in de Eredivisie. Hé, hey, let op, let op. MVV, vrienden, daar in Maastricht, die kunnen zich alvast gaan opmaken voor een feestje. En heb ik nog een voorspelling? Ja, kijk, deze ga ik wel terugvinden hoor, deze voorspellingen. Ja, Argentinië wordt wereldkampioen. Noteer hem even. Ja, niet zeggen van, oh, hebben we niet geweten. Je weet het nu alvast. Argentinië wereldkampioen. Nou, en nu ben ik helemaal uitvoorspeld.